Universiteit van Nederland. Stel je een ruimte voor met rijen vol bedden. Een soort cocoons waar mensen maandenlang onder dekens liggen. Geen beweging, geen geluid, op het randje tussen leven en dood. Mensen in winterslaap. Willen we dat? En kan het? Mijn droom zou zijn dat we een stof ontdekten, het magische molecuul van de winterslaap. Je hebt geen honger en geen dorst. Je kan maandenlang stil blijven liggen en toch geen grammetje spier verliezen. Je bent zelfs beschermd tegen gevaarlijke straling en enge virussen. Je kan een keiharde klap op je hoofd krijgen zonder jezelf te verwonden. En als klap op de vuurpijl, je wordt geen dag ouder. Dus het is een soort magische manier om je leven eigenlijk te verdubbelen. Winterslaap is de meest efficiënte vorm van niets doen en heeft veel voordelen. In sommige gevallen zouden wij daar als mensen wellicht ook wel baat bij hebben. Stel je eens voor, reizen door de ruimte. Je zou ruimtereizen jaren kunnen volhouden als je de astronauten in een soort winterslaaptoestand brengt, in een soort winterslaappot. Of kan je de hele winter gewoon overslaan? Dan zou ik het misschien zelf ook wel willen. Maar het gaat verder, veel verder. Winterslaap kan ook veel levens redden. Je kunt je voorstellen dat er bij medische behandelingen op de operatietafel, daar is heel veel spoed vereist. Als je een patiënt bij een ongeval zou kunnen injecteren met dit magische winterslaapmolecuul, dan heb je eigenlijk geen haast meer. Dan zou de bloeddruk dalen, de bloedingen zullen eigenlijk stoppen, de hartslag daalt, allerlei schadeprocessen. Die zullen vertraagd worden, omdat je metabolisme zo sterk naar beneden gaat. En dan heb je eigenlijk alle tijd om zo'n patiënt adequaat te behandelen. Iets anders wat een fantastische eigenschap is, is dat als er trauma ontstaat, met name hersentrauma, hersenbeschadigingen, een klap op je hoofd of zo, maar ook een ongeluk waardoor er bijvoorbeeld een schedelbasisfractuur is ontstaan, dus fysieke beschadigingen, dan zie je dat een winterslaper er eigenlijk helemaal geen littekenweefsel aan overhoudt. Terwijl hetzelfde dier in de zomer het hersentrauma wel degelijk blijvende schade ontwikkelt op die plek van het trauma. Dus dat zijn ook dingen waar je zegt van blijkbaar kennen die winterslapers een truc of een mechanisme waardoor dat weefselschade ook zeer beperkt blijft tijdens die winterslaapsituatie. Mensen in winterslaap brengen zou dus best wel een goed idee zijn. Klinkt als science fiction? Volgens wetenschapper Roelof Hut van Rijksuniversiteit Groningen is dat idee helemaal niet zo ver gezocht. Je ziet het over het hele dierenrijk eigenlijk terug. Dus uiteraard vissen, amfibieën, reptielen. Maar we zien het ook bij vogels bijvoorbeeld. We zien het bij muizen terug, bij ratten, bij knaagdieren, bij allerlei diersoorten. Natuurlijk de vleesetende vleermuizen zien we terug, de beren. Dus dat doet vermoeden dat er een soort algemeen mechanisme is wat je kunt gebruiken om winterslaap te induceren. Lange tijd was gedacht dat primaten, apen, niet konden winterslapen. Maar er zijn primitieve lemuren die wel degelijk in winterslaap kunnen gaan. Dus het komt steeds dichterbij. En onze hoop is natuurlijk dat wij nog steeds de genetische code of de fysiologische respons van winterslaap bij ons dragen. Alleen, we hebben dat niet ontdekt, we gebruiken het nog niet. Om het mechanisme van winterslaap te ontrafelen, bestudeert Roelof winterslaapdieren. Hij neemt ons mee naar het buitenverblijf, waar een tiental eikelmuizen rustig hun winterslaap doorbrengt. Moet er een beetje stil zijn? Eikelmuizen is een soort die ook in Nederland voorkomt. Een beetje verwant aan hamsters eigenlijk. Stel je voor een hamster met een lange staart. En dat zijn diepe winterslapers noemen we dat. Die ook echt bijna 8 maanden in winterslaap kunnen liggen. 8 maanden in winterslaap. Kan je je het voorstellen? Nou, hier hebben we dus een winterslapende eikelmuis. Ja, dit is dus een typische houding van die winterslapers. De eikelmuis die Roelof in zijn hand houdt, heeft zichzelf helemaal opgerold tot een klein bolletje. En zijn lichaam voelt extreem koud. Dus deze is nu iets van 7 graden, bijna de omgevingstemperatuur. Normaal gesproken tijdens de zomer is de lichaamstemperatuur 37 graden. En als hij in de winterslaap gaat en het is buiten min 5, dan is zijn lichaamstemperatuur toch echt iets van min 1. Dus hij kan bijna 40 graden afkoelen. En dat komt omdat het metabolisme, de stofwisseling van die eikelmuis, bijna nul is. 1% van wat die normaal is. Dat betekent dat er bijna geen hartslag is, er nauwelijks bloed wordt rondgepompt en de hersenen amper meer lijken te functioneren. Dus hersenactiviteit is echt bijna nul. Die is hier echt nul, ja. Je kunt bijna zeggen het is een vorm van schijndood. Deze heeft nauwelijks meer leven in zich dan een dood dier. En we denken dus ook dat er best veel mensen hun
hamstertje thuis misschien hebben begraven, terwijl die eigenlijk in winterslaap was. Dus het is best belangrijk dat mensen van winterslaap weten en hoe dat eruit ziet. Ondanks dat de hersenen vrijwel uitstaan, blijven deze dieren op een mysterieuze manier toch hun omgeving in de gaten houden. Een proces dat wetenschappers nog steeds niet volledig begrijpen. Beneden de 0 graden wordt het natuurlijk een beetje risicovol. Ze kunnen misschien nog naar -1 of -2 graden lichaamstemperatuur gaan. Maar daarna dreigen ze te bevriezen. Dus dan gaat het metabolisme weer wat toenemen om eigenlijk iedere keer niet te bevriezen. Dus ze kunnen die thermoregulatie, de regulatie van de lichaamstemperatuur, die blijft in deze toestand doorgaan. En dat doet het brein toch ook. Zelfs als het brein zelf 0 graden is, kan die toch heel goed de lichaamstemperatuur nog reguleren. En daar snappen we weinig van. Hoe het kan dat sommige hersengebieden wel hun functie blijven behouden. Dieren in winterslaap weten de kou meesterlijk te beheersen. En blijven er wonderbaarlijk genoeg ongedeerd door. Daar zouden wij nog wel eens wat van kunnen leren. Bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties. We koelen organen nu af voordat ze getransplanteerd worden om dit orgaan zeg maar goed te houden. Maar we zien toch dat er door die koude ook orgaanschade ontstaat. Winterslaapdieren lijken hier geen last van te hebben. Die worden na een paar maanden onderkoeling wakker alsof er niets aan de hand is. Toch is dat niet helemaal waar. We zien dat de periodes van winterslaap wel degelijk schade veroorzaken aan de cellen, vooral in de hersenen. Maar dat de winterslapers dit op een hele efficiënte manier kunnen repareren. Al een tijd geleden hebben wij ontdekt bij gronddeekhoorns die in winterslaap zijn, dat tijdens die koude periode, dat er dan een eiwit, het tauproteïne, in het brein verandert. Die wordt gefosforyleerd, noemen we dat. En dat is eigenlijk iets wat we bij Alzheimer ook zien. En dat geeft eigenlijk aan dat de verbindingen in het brein, die vervallen een beetje, die raken los. Die vertakkingen van de neuronen, van de zenuwcellen, die worden allemaal kleiner. En dat zien we bij die winterslapers ook gebeuren, net alsof het een Alzheimer-patiënt is. Bij Alzheimer-patiënten is deze schade alleen onomkeerbaar. Winterslapers repareren deze schade. Daarvoor moeten ze wel heel even hun stofwisseling aanzetten. En dat doen ze tijdens kleine winterslaappauzes. En zo ook onze eikelmuis. Elke week, elke 10 dagen, wordt hij spontaan weer warm. En wordt hij weer 37 graden. Ongeveer 12 uur lang wordt het bij 37 graden. En we denken dat dan allerlei herstelprocessen plaatsvinden. En het is fascinerend. Ik vind het een van de fascinerende. Ik werk aan heel veel dingen binnen de biologie. En ik vind dit toch een van de meest fascinerende zaken die ik ooit heb gezien. Winterslaapdieren zijn dus in staat om zichzelf op standje bijna dood te zetten. Tijdens die periode beschermen ze zichzelf niet alleen tegen virussen, klappen op hun hoofd en veroudering, maar kunnen ze voor mensen onomkeerbare schade ook nog eens efficiënt herstellen. Zouden mensen dit ook kunnen? Volgens Roelof is een mens kunstmatig, van buiten helemaal afkoelen, lastig. Het is een groot lichaam en bij de mens met name, waarschijnlijk omdat we ook geen vacht hebben, hebben we hele sterke interne mechanismen om afkoeling tegen te gaan. Dus we kunnen de bloedvaten in de huid kunnen we heel goed samenknijpen, waardoor er een soort isolatielaag ontstaat. Dus afkoelen van buitenaf is best een moeilijk proces bij mensen. Dus dat is echt een stap te ver op dit moment. En ik denk dat toch de eerste stap naar het afkoelen van mensen is om dat signaalmolecuul te vinden. Dat signaalmolecuul. Het magische winterslaapmolecuul waar Roelof het eerder over had. Volgens hem moeten we op zoek naar de juiste stofjes in het lichaam die deze winterslaapprocessen zelf in gang zetten. Want volgens Roelof hebben we namelijk wel de juiste machientjes om de processen uit te voeren. Om te beginnen, de mitochondriën. Dat zijn de energiefabriekjes van je lichaam. Hoe harder die werken, hoe hoger jouw stofwisseling. En dat betekent dat op het moment dat je ziet dat het dier zijn stofwisseling naar beneden brengt, dan moet dat dus door die mitochondriën komen die eigenlijk het zwijgen opgelegd wordt. Dus op een of andere manier moet het brein vertellen aan de rest van het lichaam, tegen alle mitochondriën en alle cellen van het lichaam, nu moeten jullie even niet meer je werk doen. Nu is het pauze. En dat moet een molecuul zijn wat eigenlijk via de bloedsomloop door het lichaam gaat. En welk molecuul dat is natuurlijk dat is de heilige graal. De sleutel voor het veilig afkoelen moet zich in de mitochondriën bevinden. Maar dan misschien wel de grootste uitdaging, hoe warm je weer op? We hebben geluk, want onze eikelmuis zit precies in zo'n opwarmingsfase. We zien nu dat die ademhaling een beetje op gang begint te komen. Ja. En hij begint nu langzamerhand zelf warm te worden. En dat doet hij in een gebiedje. Die zit hier eigenlijk vooral hier op de rug, in de nek. En dat is het bruin
vetweefsel. En dat bruin vetweefsel is echt het kacheltje van het lichaam. En die zorgt voor vetverbranding. Maar op een hele speciale manier. Door die vetverbranding wordt vooral warmte geproduceerd. Bij die winterslapers heel sterk ontwikkeld. Zodat ze zo snel mogelijk van die 7 graden die die nu is, zo snel mogelijk opwarmen naar 37 graden om die herstelprocessen aan de gang te krijgen. En ja, een goede collega van mij in Maastricht, Wouter van Maken-Lichtenbelt, heeft ontdekt dat ook mensen, volwassen mensen zoals jij en ik, bruin vetweefsel hebben. We dachten eerst dat alleen baby's functioneel bruin vetweefsel hadden, omdat ze klein zijn en veel warmte verliezen. Ja, was het ook logisch dat die zo'n warmteorgaan nodig hadden. Maar wat hij heeft gevonden is dat op het moment dat je mensen afkoelt, koude omgeving zet, dan wordt dat bruin vetweefsel ook bij volwassen mensen actief. En ja, tissue samples tonen aan dat het echt om bruin vetweefsel gaat. Dus met andere woorden, dat orgaan voor die opwarming hebben we ook. Dus ja, dat is ook een element, een bouwsteen van een gezonde winterslaap. Helemaal in winterslaap gaan is op dit moment nog toekomstmuziek. Maar als we alleen al de juiste stofjes kunnen vinden die deze winterslaapmachine aansturen, zou dat al zoveel voordelen kunnen hebben. Je hoeft niet mensen echt helemaal in winterslaap te brengen om de voordelen van die mechanismen van winterslaap te kunnen benutten. Je kunt waarschijnlijk heel veel herstelprocessen in het lichaam op een goede manier beïnvloeden als we winterslaap beter begrijpen. In het UMCG, het ziekenhuis in Groningen, hebben ze nu voor het eerst een winterslaapstofje nagemaakt. Dit stofje zou de mitochondriën beschermen tegen schade en kan mogelijk een oplossing zijn voor heel veel verschillende ziektes. Ze zijn zelfs zo ver dat ze binnenkort mogen testen op mensen. We hopen natuurlijk dat dat iets heel moois oplevert. Dan zullen de toepassingen eindeloos zijn. Voor betere orgaantransplantaties, mogelijke medicijnen voor Alzheimer, een oplossing bij virusuitbraken, een hongersnood. Eigenlijk kon je het zo gek niet bedenken. Hey, en zou jij dan in winterslaap willen? Laat het ons even weten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.